The Vorstenburg Jam Sessions. De Vorstenburg Jam Sessions. Heb ik nu geluid? De Vorstenburg Jam Sessions. Dat was in het atelier Vorstenburg van Rijn van Brieme. Dat was een atelier en gallery. Er kwamen allerlei kunstzinnige mensen bij elkaar. En op een gegeven moment was het van, zullen we ook een stukje muziek maken? En dat ontaarde in wekelijkse jam sessions die ze weer gaan niet kenden. En het werd ook een broeiplaats van muzikanten. Iedereen kwam elkaar tegen, dronk een drankje en ging een muziek maken. Het was eigenlijk geen officiële horecagelegenheid. Het was gewoon een gallery. Maar iedereen kwam daar en maakte muziek. En er zijn heel veel mooie dingen ontstaan. Frank van Pardo, die kwam daar natuurlijk ook. En heeft sessions geleid, zong daar, speelde mondharmonica. En al deze jongens hier op het podium, die hebben natuurlijk wel met Frankie gespeeld in de een of andere bezetting. Dus ik geef een paar namen, want ik ken niet iedereen en niet alles staat op mijn lijstje. Case Boy heeft eeuwen op basgitaar gespeeld achter Frankie. Wouter Fris, Emiel natuurlijk, hier links, voor de kijkers rechts, Emiel op gitaar. Michiel. Ook eeuwenlang met Frankie gespeeld en gejamd. En omdat Frankie er zelf natuurlijk niet bij is, op zang en mondharmonica, Kevin Harden. Veel plezier met deze Vorstenburg Jam! In A! Get me a woman, I'm gonna stay where I know. I don't wanna know, I don't wanna know. We like to run around.
afwacht hoe het klinkt bij een jam session. Frankie zou het geweldig vinden. Dit weet je toch. Alright, zullen we slow blues doen? En Gerard.